De opbouw van Vex is nog in volle gang. Onze overbuurtjes, maar onze bus is inmiddels empty. Empty. En wij zijn klaar. Kijk. Hier hebben we weer 14 meter aan boeken. Hup. Tot daar waar Kokkie zit en Django staat. Dus nou ja, wij zijn er klaar voor. En wie zijn er dan allemaal morgen? We hebben Olivier Stedt is morgen aanwezig met zijn nieuwste boek Lentemeer. Morgen wordt hij aangevuld uiteraard. We hebben Johanna Lijm met haar dubbele trilogie en Schimmerschuw. We hebben Matthias Maho met zijn Ruiters van de Nacht trilogie. Kim ten Tusschuy met haar hele oeuvre. De vertellingen van de ondergang, de Lilith trilogie, Jager en Prooi, Hydraga en uiteraard ook in het Engels. Jungle Matthijssen aanwezig met SO1, samengeschreven met Annie Taan, Roborecht en Robo Whites, ook Engels uiteraard. Kijk. En verder hebben we Begeesten, Wraak op het Spoor, de kinderboeken en natuurlijk de Decadentia trilogie. Ook Kelly van der Laan aanwezig met haar Paraiso set. De Prijs van Water, Bloed in het Water, net uit. Allebei verkrijgen wij hier op Facts. Haar verhalenbundels, Verloren Zielen, Zwanenzang. Ik denk dat het een beetje uitgekomen. En haar Lentegrond trilogie. De prequel van de Lentegrond trilogie. En dan hebben we uiteraard ook Robin Roosendaal. Met haar Levende Steden, tot nu toe twee delen. En Scherven van Verzet voor het eerst hier op Facts. En uiteraard ook Kokkie van Dijk aanwezig. Met haar Drakenzielen. Zalhard en het doodschap. Ja. En met haar sieraden. Nee, en dat we niet van... Dus wij hebben er zin in. Ik zou zeggen, ben je in de buurt van Gent? Kom gezellig langs. Zoek ons op. Wij staan in het midden van de stand. Bij de hele grote adelaar. Arend, wat het ook is. Daar vind je ons. En uiteraard ook aan de zilverspoorvlag die ook weer hoog in het vaandel hangt. Dus kom lekker langs.